Ja, waar zijn we nou allemaal in beland eigenlijk, vrienden? Met het kabinet. Ja, wat nou krijgen we in één keer... Ja, de nieuwe minister-president, daar hebben wij met z'n allen helemaal niet op gestemd. Nee, nul. Het is natuurlijk toch een hele rare toestand. En dan wordt er zomaar ineens een naam uit de hoge hoed getoverd. Zo, poep. En die maken we dan even, zeg maar, de baas van Nederland. Ja, en die naam die nou naar voren wordt geschoven. Dik Schoof. Hebben jullie ooit van hem gehoord? Nee, toch? Nee. En dat is dan topambtenaar bij justitie. Ja, die Dylan die denkt, ik ken die gozer, die schuif ik lekker naar voren, want dan heb ik hem lekker in de hand. Ja, oh, ja, die heb ik keurig aan het touwtje. Dik Schoof, sowieso. Nou ja, iedereen weet het wel, met zo'n voornaam, dat wordt lastig. Bij het Witte Huis, er ligt een heleboel al in de heg voor het lachen. Ja, Dik Schoof. Schoofs kunnen ze achternaam ook niet uitspreken. Ja, en trouwens, die man die komt dus uit AIVD en weet ik veel, allemaal uit de wereld van fluisteren. En achter je handje praten zo, die heel zachtjes, ja, en stiekem doen. Niemand ziet me stiekem. Die man, de hele leven bestaat uit stiekem. En we kennen hem niet. En die wordt dan in één keer boep. Wordt dan maar even neergezet. Ah, vrienden, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Kijk, en hij was ook nog eens lid van de Partij van de Arbeid. Trouwens, als we dan toch gaan zoeken. Steeds in de richting van de Partij van de Arbeid. Dan, ja, iemand zei van de week tegen mij. Harry. Ariep. Ik zeg, hoezo, Ariep? Ariep, zei hij weer. Ik zeg, wat is er mee? Die moet het worden, zegt hij. Dat is onze nieuwe minister-president. Sterke vrouw, ja. En die staat boven de partijen en die heeft power. Ja, die moeten we nemen. Nou, en die hebben ze dus even niet genomen. Daar hebben ze aan voorbij gekeken. En wij zitten voorlopig opgezadeld, vrienden, met Dik Schoof.